Nios, 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 Nios. AC, AC, AC. Nios? Nios, is dat die dokter Nios? Nee, ik kom er niet uit. Nios. Nee, ik pijnig mijn hersenen, maar het gaat niet lukken. Dus leg het uit. Het NIOS is het Nederlands Instituut voor Accreditatie Zorginstellingen. In ICASIA vinden we kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten en voor onze medewerkers ontzettend belangrijk. Eén keer in de 4 jaar laten we ons onafhankelijk toetsen door het Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen. En zo is dat ook gebeurd afgelopen september 2016, waarin we 5 auditoren van het NIOS hebben ontvangen. En zij alle normen vanuit het NIOS hebben getoetst en naar tevredenheid hebben beoordeeld. In de dagelijkse praktijk ben je eigenlijk nooit expliciet bezig met kwaliteit en afspraken die je met elkaar gemaakt hebt. Je bent altijd met kwaliteit bezig. Maar echt goed nadenken over welke regels er zijn, welke afspraken we hebben met elkaar. Dan is het NIOS traject heel handig, zodat je daar echt een keer expliciet over na gaat denken. Ja, onze rol als kwaliteitscommissaris van de Vereniging Medische Staf is dat we de directe schakel zijn tussen de afdeling kwaliteit van het ziekenhuis aan de ene kant en de Vereniging Medische Staf aan de andere kant. De criteria lopen ontzettend uiteen, van het hebben tot voor kluisjes voor patiënten, tot het dubbelchecken van medicatie of de medicatieruimtes in orde zijn, of de identificatie bij patiënten. En ja, daar hebben ze allerlei criteria voor opgesteld die ook weer 1-op-1 getoetst worden. We hebben met elkaar gekeken hoe we aan de normen van het NIOS kunnen voldoen. We hebben gekeken hoe we dit werkbaar kunnen maken bij ons op de afdeling. En we hebben presentaties gegeven onder het personeel. En zo hebben we met elkaar gekeken hoe kunnen wij de kwaliteit borgen binnen onze afdeling. En hoe kunnen we daar ook aan voldoen. We hebben van tevoren met elkaar nagedacht over hoe kunnen wij hen ontvangen. En hoe kunnen we ons zo goed mogelijk presenteren. En dat is ook zeker gelukt. En we hebben dat als heel positief ervaren. We hebben leuke, interessante gesprekken gehad. En van beide kanten hebben we veel informatie kunnen uitwisselen. En hebben we ook weer van hun geleerd. Vanuit de apotheek hebben we ons met name gericht op de opslag van geneesmiddelen op de verpleegafdelingen. Om dat eenduidiger te maken. Het was spannend voor de apotheek, omdat de auditoren eigenlijk iedere dag de apotheek bezochten. En allerlei vragen over de medicatie stelden. Maar het geeft altijd positieve energie als je met z'n allen een mooi resultaat weet te bereiken voor zowel het ziekenhuis als de patiënt. Het grootste voordeel van het doorlopen van het NIOS-traject is dat iedereen weer scherp is op kwaliteit en op veiligheid. We hebben ruim voldaan aan alle eisen die het NIOS aan ons heeft gesteld. Echt een resultaat waar we samen trots op mogen zijn.